een vriend van mij, die heet Jaap Bressers. Die spreekt ook voor bedrijven. En Jaap zit in een rolstoel. Jaap zit hier. Dan komt Jaap in die rolstoel terecht. Meer dan 12 jaar geleden is Jaap met vrienden op vakantie gegaan naar Portugal. Zon, zee, strand. Jaap rent de zee in, neemt een duik en komt iets wat ongelukkig terecht. Ja, iets wat ongelukkig. Jaap breekt zijn nek. En vanaf die ene noodlottige seconde heeft Jaap een dwarslesie vanaf hier. Jaap komt terecht op de intensive care van een ziekenhuis in Portugal. En hij wordt 's nachts wakker en voelt zijn lichaam niet meer. Hij weet niet waar hij is. Dan word je bang. Dan krijg je angst en dan ga je schreeuwen. De verpleging die hoort dat, die weet dat. En het schijnt het heel normaal te zijn. Er liggen daar heel veel mensen met een dwarslesie en 's nachts worden die allemaal wakker, die voelen hun lichaam niet meer, die krijgen angsten, die raken in paniek, die gaan schreeuwen. En de verpleging die weet dat, dus doen ze niks aan. Ja, dank je. Totdat Carlos op de afdeling komt. Carlos is een nieuwe verpleger en Carlos zegt, ja maar, ik wil daar dus wel iets aan doen. En ik weet, ik kan die dwarslesie niet verhelpen, ik kan het niet genezen. Maar als ik hoor dat iemand angstig is, als ik hoor dat iemand bang is, als ik iemand hoor schreeuwen, dan kan ik er op zijn minst even naartoe lopen. Dat hij hoort dat er iemand voor hem is. Dan kan ik mijn hand op een plek leggen waar hij nog wel iets voelt. En dan zeg ik gewoon... It's okay. Dat kleine gebaar heeft in het leven van Jaap zo'n enorme impact gehad. Zo meteen een wissel op het scherm. Terwijl het eigenlijk zo simpel is. En tegelijkertijd, als het zo simpel is, dan kunnen we dus allemaal met een Carlos momentje iemand anders een beetje blij maken. Je moet het alleen even doen. Even de moeite nemen.